klein drama gebeurd. Hier op de Oranjelaan. Een vrachtwagentje met allemaal dit soort grote vaten. Gevuld met water. En is iets hard door de bocht gegaan. En het gevolg. Ze liggen nu te lekken op straat. Een ongeluk zit in een klein hoekje. U bent de bestuurder, hè? Ja, dat klopt. Wat is er nou gebeurd? Ja, ik weet het niet. Ik ging door de bocht en ik hoorde opeens een knal. Lagen er in één keer daar twee vaten in de berm met water. Dus ik denk dat ze niet goed vast hebben gestaan of zo. Zou dat het probleem zijn? Ja, ik denk het. Ik weet echt niet wat het probleem is. Wat zit erin? Water. En waar wordt dat voor gebruikt? Wat is, voor hoge drukreiniging. Om ramen te wassen? Nee, ponton van de waterbus doen wij altijd schoonmaken zo. Met hoge druk. Nou, daar moeten we water bij hebben. Dus dan nemen we altijd 5 van die kennen mee. Hebben 5000 liter, maar ja, nou niet meer. Er zit 1000 liter in zo'n vat? Ja, 1000 liter in zo'n vat. Ze zijn wel totaal los, geloof ik, hè? Ja, die zijn aardig totaal los. Deze kan ik nog gebruiken. Dus, En nu? Ja, leeg laten lopen en terug naar de zak. Dan gaan we het nog een keer proberen, denk ik. Baas kwaad? Ja, ik denk het wel. Maar misschien nog wel weer. Oké. Ik ben blij dat we geen kleerscheuren hebben. Dus,